Goedemorgen, ik kom net terug van sporten en ik zie dit op de mat liggen. Ik heb dit echt... Ik wist niet eens dat dit nog bezorgd werd. Ik heb hem nooit... Ik heb hem volgens mij één keer eerder gehad. De telefoongids. Serieus, hè? Ik ben ook wel benieuwd of wij er dan in staan. Nee, we hebben geen huistelefoon. Ja, serieus. Wel, maar... Ik dacht dat deze alleen nog maar werden gegeven als je erom vroeg. Maar we hebben het toch vorig jaar geen gegeven? Nee. Ik wist niet dat deze nog verstuurd werden. Zullen we eens kijken naar deze? Maar wie kijkt er nog in telefoongids? We staan met Kevin toch niet? Ja, want we hebben wel een nummer. Ja, we hebben wel een nummer. We hebben natuurlijk wel een nummer gehad. Heel benieuwd. De Mulder, staan ze in het telefoonboek? Sabbelmol. Oh ja, hoe werkt het ook alweer? Mulder. Nee? Laat zien. Alleen één Mulder op de Gisbert Schuitweg, maar dat zijn wij niet. Nee, wij staan er niet in. Oh, gelukkig. Wat grappig zeg. Ik heb het idee dat ze vroeger veel dikker waren. Wij hadden ze echt zo. Ja, zo'n pil, dat hadden wij ook wel, ja. Nou goed. Serieus, maar dat kost super veel papier. Je moet dit aanvragen, dat klopt. Maar ik heb het niet aangevraagd. Ja, zie je, maar ik heb het niet aangevraagd hoor. Oh ja, de gele bladen gouden geet. Dat mensen hier nog in adverteren, ik denk, dat kost waarschijnlijk super veel. Ja. Weer zover, waiting for the wife. Waiting for the wife. Oh, ik wil gaan. Super. Iedereen is klaar, iedereen is op jou aan het wachten. Oh, ik word er echt super ongeduldig van. Ongeduldig? Je zou mij eens moeten meemaken hoe ongeduldig ik ben. Brrr. Kijk zo naar de baas, joh. Midden in Utrecht, daar ligt gewoon de zon. Wow. Lekker, ik zou er bijna naast gaan liggen. Ik vind het wel schatje, ja. Hier zeg maar, drukkruis bent. Hij ligt hier even mop. Katten zijn zo leuk. Ja, katten zijn ook wel mooie beesten. Ja. Daarom vinden we Charlie ook zo leuk, omdat hij gewoon zo katachtig is. Ja. Wisten jullie dat dit het eerste festival is voor Sipra? Ik een 8. 7,9. Ja, jammer. Nee, hè? Gelijk, wel 7. 7? Oh ja, ik geef het ook wel. Ik 7,5. Ik vind het echt heel lekker. Jullie zitten nog te veel met die hamburger. Ja, dat is fijn. Ik denk het wel na over de hamburger die start. Ik ga nog een hamburger eten. Wij zijn de hele tijd van, wat gaan we hierna eten? Een hamburger. En de grote afsluiter van de avond is een chicken wrap. Oeh, chicken wrap! Klaar. Daar zijn ook de muntjes op, dus we moeten ook wel klaar zijn. We hebben nog een halfje over. Een half muntje, ja. Misschien kunnen we iemand daar nog blij mee maken. Maar ik zit ook wel vol, maar ik heb die Sipra nog niet echt heel erg. Hij heeft bijna driekwart van de dingen vaak gegeten, dus. Ja. Lekker. Ik
had bijna de hele hamburger. En deze chicken wrap ga ik denk ik ook bijna helemaal in mijn eentje. Maar Cypra zei al, van misschien moet ik s'avonds gewoon havermout eten. Dat denk ik ook, geef de chicken wrap maar aan mij. Nee, ik ga hier wel veel van eten, maar het was best duur. Want je niet dat hij, ik bedoel, maar hij houdt gewoon meer van hamburgers en zo. Maar je betaalt, waar gaan we nou heen? Oh daar. Hier. Je betaalt 40 euro en dan kun je iets van 3 dingen kopen ofzo. Ja, dat is echt wel heel duur. We hebben nu met z'n vieren hebben nog 2,5 muntjes over. En wat je daar precies van kan kopen is een stroopwafel. Een verse stroopwafel, heel lekker. Maar blijkbaar zijn we niet de enige die precies één muntje over hebben. Iedereen gaat nu voor toetje. Ja, maar het is wel fijn dat er ook dingen zijn voor één muntje. Want ja. Wij hadden nog een half muntje en zij hadden ook nog een half muntje. Dus samen. Perfect. Voor onze stroopwafel. Ja, precies. Nou ja, je moet ze even weg zien te werken. Dus ja. Ik dat ene muntje in mijn eentje. Nou, eenmaal alsjeblieft. Ja. Super, dankjewel. Ja, en werk ze, doeg. Lekker. Waar is jullie stroopwafel? Kies er maar één, ik weet niet welke de grote is. Oké. Hebben we de kleine of de grote? Lekker. Deze is dus niet echt zeg maar opgewarmd, maar hij is echt vers. Oh, hij breekt. Nee. Wow, hij is lekker. Oké, zo, wat een party people zijn wij zeg. Het is bijna half één. Bijna half één en we zijn er nog wakker. We zijn nog in Utrecht. Yeah. En ik denk, oh, arme Charlie is alleen thuis. Ik wist niet dat het zo laat ging worden, dus ik heb hem niet bij mijn ouders gebracht. Maar anders had ik hem, wacht. Horen jullie me nog? Oh, wacht. Ik hoor mezelf niet meer. Maar... Een glaasje wijn hoor. Maar anders had ik bij mijn ouders gebracht. Dus ik denk nu, oh, 12:30 is wel een beetje laat. Want we moeten nu nog rijden en zo. En ja, ik rij en ik krijg altijd ietsje rustiger de hand. Oh. Maar goed. Het is 6 uur thuis. Ja. Echt een hele gezellige avond. Echt super leuk. Lekker nog een uur even met vrienden. Lekker geborreld hier in de stad en zo. Het was gewoon heel leuk. Lekker gegeten. Echt heel relaxed. Een beetje alsof je op vakantie bent. Ja, het was nu echt nog lekker. Nu nog over de boulevard naar huis lopen. Ja, oh, ik vond het echt heerlijk. Ik laat mijn arm alleen. Ja. Dat vond ik normaal als vakantie. Ja, dan doen we normaal nooit. Nee, maar het was echt heel erg leuk. Leuk om lekker met vrienden de hele avond lekker een beetje te hangen en gewoon... En ik vond zo'n foodfestival ook leuk. Dat is op een bepaalde manier wel een beetje relaxed, want je hoeft echt niet leuk. Echt... Weet je wel, een muziekfestival is echt van, oh, hoe laat gaat dat met je dag? Dit was echt gewoon lekker zitten en, oh, zullen we nog eens wat nemen? Ja, en klopt. Het was meer gewoon... aandacht voor elkaar kon je hebben, zeg maar. Ja. Meer gewoon, draaide meer gewoon omdat je gezellig aan het kletsen was. Ja, klopt. Oh, lekker. Sorry, even serieus. Kijk, wat een leuke vloer hier. Zo. Dit is echt een leuke vloer. Het is gewoon een eetentje. Echt heel leuk. Ik heb uiteindelijk nog trouwens, ik heb als laatste nog een kipwrap gegeten en een vierde van een hamburger en lam en curry. En dat allemaal bij elkaar zat ik vol. Ik heb overal gewoon de helft van gegeten ongeveer. En daardoor zat ik aan het einde van de avond vol. Maar ik vind het wel echt heel duur, want je betaalt 2,30 euro per muntje. En wij hebben samen 15 muntjes gehad en dat was 40 euro. Was je dan kwijt aan muntjes. En dat vond ik best wel veel. Als je dan bedenkt voor even een avondje wat eten en dan ook niet super veel. Als je dan bedenkt dat je voor dat geld ook uit eten kan, vind ik het wel veel. Maar goed, weet je, het is dus ook de beleving. Hè? Je hebt zo'n festival. En er is ook muziek en zo. En gewoon de gezelligheid en de lichtjes en de zitplekken. Dat de is ook lichtjes. Allemaal... En dat vond ik heel gezellig. Schijn. De gezelligheid en de lichtjes. Ja, maar daar wordt ook voor betaald. Wat is daarmee? Nee, ik vind het zo schattig. Oh, ja, maar ik denk daar betaal je ook voor. Ja, klopt. Dat dus is denk, zo. Ja, je hebt dan natuurlijk niet voor te eten. Nou goed, al met al, ik vind het heel erg leuk. Als je nog nooit naar zo'n foodfestival bent geweest, dan zou ik er eens heen gaan. Want het is echt heel leuk. Je hebt ook nog trekken en zo en rollende keukens. Ik wil eigenlijk nu ook naar Trek. Ik zag dat die binnenkort ook in Den Bosch is. Dus dat is dicht bij ons. Dus ik denk, misschien moeten we ook nog naar Trek gaan. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. We gaan lekker naar huis rijden en nog even lekker wandelen door de stad. Want we moeten nu nog een kwartiertje lopen. Oh, trouwens nog één ding. Dat heb ik net geleerd van onze vrienden. Als je een iPhone hebt, ik had geen idee, dan is er, je gaat naar je health toe. Dan hoef je alleen maar gezondheid of health in te typen in je iPhone.
En dan kun je zien hoeveel stappen je loopt. Ik wist helemaal niet dat de iPhone dat bijhield. Sterker zelfs, hij hield het dus al bij vanaf het begin dat je je iPhone hebt gekocht. Dus ik kon echt maanden terug om te zien hoeveel stappen ik heb gelopen. En ik zag dus dat ik echt heel vaak maar 1000 of 2000 stappen loop. En Siva zei dus dat je echt minimaal 10.000 per dag moet hebben. Ja. Dus Siva die gaat voortaan de hond 6 keer per dag uitlaten. Precies. En 3 keer wandelen naar de winkel. Nee, maar serieus, dat is echt heel leuk om eens te kijken. Als je ook een iPhone hebt en je weet het nog niet, ga eens kijken. Dat is echt heel grappig. Ook hele grafieken en zo. Als je gemiddelde is en zo. Echt heel leuk. Goed, nou, dat was de tip van vandaag. We zien jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Geef het een thumbs up als je het een leuke vlog vond. Of als je mijn tech tip leuk vond. En dan zien we je morgen weer. Doeg!